Kreef, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 10. En dat is van maandag 8 maart tot en met zondag 14 maart. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de kreeft gaat brengen. Dan lijkt het kreeft alsof je deze week misschien wat een uitdaging kan krijgen. Ik heb het idee dat je je misschien wel wat aangevallen kan voelen. Of misschien kan je zelf nog wel wat scherp uit de hoek komen. En dat is niet per se het stukje dat altijd bij de kreeft past. Maar ik heb het gevoel dat je een soort van idee hebt dat je in het nauw gedreven bent. En dat je daardoor wel moet. Ik heb ook echt het idee dat je iets of iemand heel erg wil verdedigen. En in het stukje dat dus echt bij jou hoort. En het lijkt je niet helemaal voor elkaar te krijgen. Ik heb ook het gevoel dat het misschien wel een stuk is dat je echt ervaart als een behoorlijke uitdaging. Maar je gaat er wel volledig voor, hè? Je laat het niet zomaar over je kant gaan. Je laat heel duidelijk horen wat je ergens van vindt. En hoe je het zou willen doen. Alleen ik heb daarbij wel het idee dat je misschien voor jezelf had bedacht, ik had het ook anders kunnen brengen. En dat lijkt dan ook wel weer een stukje uitdaging te zijn. Toch ga je dat weer helemaal in orde krijgen. Maar het is wel een stukje wat deze week een grote invloed kan hebben. Omdat je echt het idee hebt van, ik moet mezelf laten horen. En ik kan het niet zomaar over mijn kant laten gaan. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.